vandaag eventjes niet in de winkel aan het filmen, maar gewoon eventjes waar ik de planten allemaal inkoop in Aalsmeer. Zoals je ziet achter me rijen en rijen. Wat jullie misschien niet weten over een boel van mijn planten, is dat ik bijvoorbeeld altijd let op ecologische planten of biologisch geteelde planten. Nou, je snapt natuurlijk wel als ik hier rondloop dat het gewoon een snoepwinkeltje voor mij is. Het enige nadeel is wel dat ik me dus echt moet inhouden, omdat onze winkel maar 25 vierkante meter is. En ik heb al helemaal vol stouw met planten zover als ik kan. Maar ja, er is hier zoveel moois, dus ik moet gewoon echt kiezen. Ik zelf ben gek op seizoensplanten. Dan zou je denken, voor buiten is er dan in de winter weinig te krijgen. Maar we hebben hier bijvoorbeeld de helleborus. En die wordt ook wel de kerstroos genoemd. En dat is omdat hij rond de kerst begint met de eerste knoppen te geven. Sommige dingen kan ik helaas gewoon niet meenemen. Omdat ik deze gewoon niet in mijn winkel kwijt kan. Maar dit is dus een aloe vera in volle bloei. Dit plantje noemen ze bloemistenverdriet. Het blijft namelijk zo lang doorbloeien. Ik heb ze ook wel eens een snijbloem. Voorlopig kom je dus niet terug voor nieuwe planten bij mij. Nou, het is dus een flinke kar vol geworden. Nu moeten we nog eens even kijken of we dat allemaal in dat kleine autootje gaan krijgen. Het enige probleem van zoveel inkopen is, je moet het ook allemaal mee zien te krijgen in zo'n klein autootje. De auto is weer leeg, de winkel staat weer vol. Morgen moet ik het nog allemaal daar overal even in zien te puzzelen. Morgen heb ik nog genoeg te doen, maar voor vandaag ben ik er klaar mee. Dus vanuit een donkere en gesloten mooi anders bloemen zeg ik tot de volgende keer.